Goedemiddag allemaal, mijn naam is Jeroen Belië. Ik werk op het Amsterdam Museum en ik ben vanmiddag jullie host. We hebben twee sprekers op het schema staan, Sabine Siesling en Edwin Kuppen, die we later zullen introduceren en ik zal zelf eerst een korte inleiding geven. De huishoudelijke regels zijn dat ik eerst jullie wil meedelen, ook al hebben jullie het waarschijnlijk bij het inloggen al gezien, is dat deze deze sessie wordt opgenomen. Uiteraard respecteren we iedereen's privacy, dus mocht je er bezwaar hebben, dan zou je bijvoorbeeld je camera uit kunnen zetten. Dat gezegd hebben, moedig ik iedereen ook aan om tijdens de presentaties, indien je prangende vragen of discussies wil starten, dat in de chat te doen. Die zullen Robin en ik nauw monitoren en waar nodig gebruiken. En afhankelijk van de tijd die beschikbaar is, zullen we na elke presentatie één of twee vragen toestaan. En aan het einde van deze webinar zal een open discussie plaatsvinden, waarvoor ieder uitgenodigd is zijn vraag te stellen. Het zij via de chat, het zij door jezelf te unmuten en in beeld te komen. En we hebben ook een aantal vragen voorbereid, Robin, als het goed is, via Mentimeter, mochten we die nodig hebben. Dat gezegd hebbende, Robin, ga ik mijn beeldscherm delen en denk ik dat we gaan starten. Er zijn nu 46 mensen in de meeting. Nogmaals, goedemiddag allemaal. Deze dia zal ook hergebruikt worden en toont de opzet van deze expert meeting aan. Degenen die aan de eerste sessie hebben deelgenomen zullen zich herinneren dat we het een eerste keer hebben gehad over het data genereren volgens de FAIR-principes. En vanmiddag gaan we ons bezighouden met het vindbaar maken en koppelbaar maken van data. Zoals ik al aangegeven heb, hebben we vanmiddag twee sprekers, Sabine Siesling en Edwin Kuppen en ik zal zelf een korte inleiding geven over het begrip vindbaar, waarna Sabine en Edwin ons zullen meenemen in het koppelbaar maken van data. Zoals in de eerste sessie door Rob Hooft en Margreet Bloemers uitgelegd is, is het goed om data volgens de FAIR-principes te genereren. En als je dat doet, Rob heeft ons daar in onderwezen over het why en how, wordt het vinden van data eigenlijk kinderspel. Margreet heeft dat vorige keer laten zien op haar dia's dat voor de zonnewegenfinancierde COVID-programma's deze opzet is gekozen en dat die thans wordt uitgevoerd. En ik heb je dat even schematisch op een dia neergezet. Het is altijd spannend om dit eventueel live te doen. Ik heb maar even wat dia's gemaakt omwille van de tijd. Mochten we straks ruimte over hebben, ook voor de discussie, dan kunnen we dit ook even live laten zien dat dit beschikbaar is. Dus wat gebeurt er? Vanuit de deelnemende ziekenhuizen of studies wordt data in, zoals het heet, in een template in CIDAR verzameld, waarna een publiek portaal in dit geval de data kan tonen en ophalen. Nou, hoe ziet dat er in zijn werk? Hoe gaat het in zijn werk? Oh. Dit is CIDAR. Er wordt een template opgesteld. Mensen kunnen dat invullen en de velden waar mogelijk zijn gecodeerd door gebruik te maken van standaarden die op een centrale website worden gehost. Hiermee wordt data voor machines bereikbaar, als ook voor mensen. Nou, als dat eenmaal gebeurd is, en die knop die staat ook hieronder. Ik zie niet helemaal omdat de mensen er in beeld staan, maar hier staan op het moment dat je template ingevuld, meteen de machine readable data klaar. En die kan vervolgens worden opgehaald op het portaal. Als het goed is, worden de dia's aan het einde van de sessie ook met jullie gedeeld. En dan kunnen jullie zelf dat portaal ook bezoeken, want de link staat in de presentatie. Nou, dit is het overzicht. He, doordat de data volgens de FAIR-principes wordt gegenereerd, en met name in dit geval de metadata, wordt het mogelijk om machines, in dit geval computers, die data te laten ophalen. En daarmee wordt het dus makkelijker ook om een, zoals het heet, een human readable portaal te maken. Dit is het overzicht van het portaal waar de data wordt getoond. Vervolgens zal in deze portalen ook data getoond kunnen worden op geaggregeerd niveau. En dit is voor de volgende sessie, maar dat is al beschikbaar. De volgende sessie gaat over zoeken en toegankelijkheid maken van data en het kunnen aanvragen. Die knoppen zijn al aanwezig. Dus als ik op deze knop zou drukken, search deeper in de data,
Dan hebben we afgesproken dat de geaggregeerde data is voor iedereen beschikbaar. Maar wil je een laag dieper, dan moet je je eerst melden. Je moet dus inloggen, dus je hebt een account nodig om dat te kunnen doen. Dus niet iedereen kan met deze data. Maar op het moment dat je inlogt, komt het portaal beschikbaar waar de data die via het HealthRight-portaal getoond wordt, beschikbaar wordt gemaakt en waar je zoekvragen kan stellen. Bovendien, zoals we vorige keer ook al in een discussie hebben gehad, zal ervoor gezorgd worden dat als de matrix of een antwoord aantallen toont die kleiner zijn dan een van tevoren ingestelde drempel, krijg je de waarschuwing dat geen data wordt getoond in verband met privacy thresholds. Dat is even heel kort wat we kunnen doen om via FAIR data data vindbaar te maken. En ik wil dan ook nu mijn presentatie eindigen en de twee sprekers introduceren. Als ik het goed heb, gaat Sabine beginnen met haar presentatie, dus ik wil haar als eerste introduceren. Ik zal mijn scherm delen stoppen. Sabine is, als ik alles goed heb begrepen, hoogleraar. En dan is het altijd het vertalen van het Engels naar het Nederlands. Uitkomstonderzoek en gepersonaliseerde kankerzorg. Ja, precies. Ik zeg altijd kankerzorg op maat. Dat is iets. Kankerzorg op maat. Aan de TU Twente volgens mij en ook senior wetenschappelijk onderzoeker bij het IKNL. En dan ben je volgens mij in de rol van epidemioloog. Ja. En jij gaat ons volgens mij vanuit het project Primary Secondary Cancer Care Registry uitleggen hoe je dankzij koppeling tussen in dit geval de Nederlandse kankerregistratie en NIVEL, zorgregistratie, meer inzicht kan geven in het volledige zorgpak voor mensen met kanker. Sabine, welkom. Ja. Ik neem aan dat je zelf het scherm... ik ga mijn scherm even delen. En dan is dat altijd de vraag. En dan ga ik namelijk zo even doen. Nou hoop ik dat jullie mijn... Nou, waarom doet u dit nou niet? Ja. Ik neem aan dat iedereen nu mijn presentatie ziet, want ik zie niemand meer. Ja, hij is in beeld. Ja, helemaal goed. Ik heb de dia's in het Engels gemaakt, want ik begreep dat dat wenselijk was. Dus tenminste, ergens ving ik dat op. Dus dat, maar goed. Primary and Secondary Cancer Care Registry, daar heb ik in samengewerkt met Joke Korrevaar en Marianne Heijns van NIVEL en Janneke Verloop en Kelly de Licht vanuit IKNL. Even in vogelvlucht wil ik aangeven van de achtergrond van het project is dat we heel graag informatie willen over lange termijn bijwerkingen, zeg maar, of gezondheidseffecten na behandeling voor kanker. Omdat het toch essentieel is om ondersteuning van beslissingen op bijvoorbeeld behandeling in de spreekkamer met patiënten te stimuleren. En een verhoogde alertheid voor de late effecten te krijgen, omdat je dan vroegtijdig kan interveneren. En als je dan kijkt naar klachten waarmee patiënten naar de huisarts komen, denken we dat we daarmee meer inzicht in die risico's en het voorkomen van die late effecten kunnen krijgen. Ik word helemaal zenuwachtig van die vondst. Sorry. Hij leek heel leuk, maar goed. Het doel van het project, en het is een zon en wegen gefinancierd project, is om een infrastructuur te creëren om meer inzicht dus te krijgen in die late gezondheidsproblemen na de behandeling van kanker. En we hebben daar borstkanker als casus gepakt. En we wilden dus zoveel mogelijk een individueel risicomodel maken op deze late effecten. En daarvoor hebben we, zoals werd aangegeven, al de Nederlandse kankerregistratie gebruikt. Daarin hebben wij gegevens van alle maligniteiten, nemen dat daarop, gebaseerd op notificatie door de pathologielaboratoria via PALGA. En dat is een database sinds 1989, waar we nationaal compleet zijn. Dus alle ziekenhuizen hebben wij contracten mee en kunnen wij data van verzamelen. En de data bevat onder andere diagnostische data, behandeling binnen het ziekenhuis, voornamelijk binnen de ziekenhuissetting en radiotherapie instellingen. En de NIVEL zorgregistraties bevat de eerste lijn zorg. Dat is meer dan de 500
100 huisartsenpraktijken, maar wij hebben ons in dit project voornamelijk op de huisartsenpraktijken gericht, dus niet de diëtisten en de fysiotherapeuten. Daarvoor hebben we de periode van 2008 tot en met 2017. En de huisartspraktijken zijn verspreid over heel Nederland, zodat we een goede generalisatie denken te kunnen maken. En er staan gegevens in over ziekte, over zorg die geleverd is. En het wordt geregistreerd in een soort episodes. Het tijdpad van dit project was dat wij in het eerste jaar al hadden ingecalculeerd dat we 1 jaar nodig zouden hebben om governance en alle toestemmingen en dergelijke te verkrijgen. En op dit eerste jaar zal ik me in deze presentatie ook wat meer richten, omdat dat meer past bij het thema van deze sessie, zeg maar. In het tweede jaar hebben we echt analyses uitgevoerd en ook een vragenlijst uitgestuurd naar patiënten om de resultaten die we hadden van de koppeling, om die te kunnen valideren. En in het derde jaar hebben we een update gedaan van de koppeling en hebben we een awareness tool ontwikkeld op basis van de predictiemodellen die we hebben berekend. Nou ja, 1 is dus echt het opzetten van de governance. Ik heb hier ook in de presentatie wat linkjes gezet, dus daar kan je zelf ook rustig de zaken eens nalezen. Dat zijn contracten onderling. Ook de toestemming van de commissies van privacy en gebruik voor de data. Die hebben we in het eerste jaar voor elkaar gekregen. En we hebben een DPIA gezamenlijk opgesteld. En dat klinkt altijd wel groot, maar wat wij hebben gedaan is dat we echt in 2-3 sessies echt bij elkaar hebben gezeten vanuit de 2 instellingen met de Data Protection Officer, dat heet anders, maar ik kom even niet op de naam, excuses. En met de onderzoekers van waar willen we naartoe en wat mag op welke manier. En een samenwerkingsovereenkomst, dus echt een contract met daarin ook het doel, de tijdspad van de studie, de financiën, wat houden de samenwerking in, welke taken voert wie uit, wie host de finale dataset, waar komt die te staan, hoe kunnen anderen gebruik maken van die data, welke privacy aspecten zitten daaraan en wie heeft welke verantwoordelijkheid. Ook in het eerste jaar hebben we dus de linkage ook daadwerkelijk uitgevoerd. Daarvoor hebben we patiënten met borstkanker uit de kankerregistratie geselecteerd. En die gekoppeld met de Nivel Primary Care Database. Op basis van geboortedatum, postcode en geslacht. En de linkage is door een TTP uitgevoerd. En het is een deterministic linkage. Dus daarvoor hebben we ook binnen de Nivel database een selectie gemaakt van patiënten met borstkanker, omdat je anders te veel fout positieve mogelijk vindt. Wij hebben vanwege het doel van deze studie ook een controlegroep erbij gezocht, omdat we wilden weten van, goh, komen bepaalde late effecten nu meer voor dan in vrouwen zonder borstkanker? Dus daarbij hebben we gematcht op gender en age. En hier even een plaatje van de linkage procedure. Dus IKNL levert een bestand aan het zorg-TTP. Dat wordt helemaal gepseudonymiseerd en er komt een koppelnummer. Daar wordt weer met de Nivel database gekoppeld. En de beide instellingen krijgen eigenlijk alleen maar... Of IKNL kreeg alleen maar terug van ja, deze patiënt was koppelbaar of niet. Dus niet dat je meteen 1 database hebt met alle gegevens daarin. Die database was alleen maar ter beschikking voor de onderzoeker. Waarbij alleen maar een pseudoniem nog in zat en verder geen enkele origineel nummer vanuit IKNL of een origineel nummer vanuit Nivel. Dus je hebt echt de sleutel buiten de deur. Nou, wat dat ons opleverde, ik zal niet helemaal deze cascade uitleggen, maar je begrijpt, er zijn een heel groot... patiënten met borstkanker, een aantal wat waarschijnlijk zou kunnen linken met de Nivel database. En als je daar dan de borstkankerpatiënten uit selecteert en de daadwerkelijke koppelingen, dan komen we op iets meer dan 15.000 patiënten die dus in de primary en secondary cancer care registry zitten.
Nou, hier het resultaat. We hebben in de Evidentio, in het Evidentio platform, platform voor predictiemodellen, hebben we ons predictiemodel. En we noemen het een awareness tool, omdat je, ja, wij hadden echt het doel van meer awareness creëren voor die late effecten. Wij vinden de tool nog niet geschikt genoeg om echt late effecten te voorspellen, om daar je besluitvorming op te nemen. Omdat je dan naar ons inziens toch ook nou ja, meer gegevens zou moeten hebben. En moet bekijken of dan retrospectieve data er heel harde uitspraken op kan doen. Nou, het ziet er zo uit. Je kan leeftijd invullen, de wat tumorkarakteristieken en behandelkarakteristieken. En de jaren die zijn geweest sinds de diagnose en behandeling. En dan krijg je een plaatje bijvoorbeeld zoals dit. Je kan ook nog de layout kiezen. Waarbij de donkerblauwe balk het verhoogde risico is. Dus het ten opzichte van vrouwen zonder borstkanker. Nou, en hier zie je bijvoorbeeld dat er vaker urineweginfecties voorkwamen. Vaker moeheid, wat wel bekend is. Hartkloppingen, slapeloosheid. Het hergebruik van deze data, daar hebben we ook, en daar zijn we ook mee aan het ja, doorontwikkelen, zeg maar, in een project voor ja, een joint assessment. Om te kijken van hoe kan je deze data nu veilig en goed hergebruiken, zonder dat je als onderzoeker die dit wil hergebruiken, nou ja, bij alle instellingen door een hele molen moet, wat heel lang duurt. Ons idee is sowieso vanaf het begin af aan geweest om het makkelijk te kunnen uitbreiden, ook naar andere tumorsoorten en ook voor hergebruik. Dus dat hebben we al meteen in de eerste overeenkomst en het contract opgenomen. En dit zijn dan wat schematische schetsen van nou, als je de aanvraag indient bij IKNL, dan komt er weer een koppeling via het pseudoniem. En dan kan uiteindelijk de aanvrager de zorginhoudelijke gegevens ontvangen met alleen maar een sleutelnummer en niet met de originele ID-nummers die in de beide afzonderlijke bestanden zitten. Nou, de conclusie is dat we een goed werkende infrastructuur hiervoor hebben opgezet. Dat we een rijke en interessante database voor borstkanker hebben ontwikkeld, waarbij wij eigenlijk nog maar naar het eindstukje, zeg maar, hebben gekeken. Maar je kan natuurlijk ook heel goed naar het diagnostisch traject kijken. Hergebruik voor onderzoek kan door de onderzoekers bij het NIVEL als bij IKNL. En andere tumortypes, uitbreiding daarvoor kan op basis van het originele contract door middel van een soort van amendement. Nou, hier nog even mijn e-mailadres voor als mensen later, dat moet trouwens een punt zijn, dat beeldje excuses. Voor als mensen later nog vragen hierover hebben die ze nu niet zouden kunnen stellen. En dan zal ik even mijn scherm stoppen met delen. Dankjewel. Ik zie al een vraag van Saskia in de chat. Oké, ik heb, dan ben ik waarschijnlijk gemute in de chat, want ik zie dus helemaal niks. Nou, dan komt hij nu binnen. Oké. Ga je gang, Sabine, je mag hem beantwoorden. Ja, wij hebben zeker ervaring met andere databronnen. Wij hebben gekoppeld ook met Pharmos Dizon bijvoorbeeld. En daar gaan we dit jaar ook weer een nieuwe koppeling mee uitvoeren. CBS koppelen we ook vaker mee. Het punt daar is dat je koppelt en dan de analyses op hun omgeving moet doen. Daar moet je even rekening mee houden als onderzoeker, want je mag alleen maar de uitkomstentabellen en dergelijke mee naar huis nemen, bij wijze van. DRD, daar zijn we ook mee bezig om dat te koppelen. Zitten ook nog wat haken in de ogen aan, omdat zij op verrichting, zeg maar, registreren. En niet op individueel patiëntniveau. Maar daar zijn we al een eind mee. En wij koppelen vanuit de kankerregistratie sowieso jaarlijks met de landelijke basisadministratie zorg. Dus dat is ook DRD. Om zo de patiënten waar geen pathologische bevestiging is gedaan te detecteren, zeg maar, of te signaleren. En
Dat sluit even een beetje aan bij de volgende vraag of patiënten een apart toestemming moeten geven voor die koppeling. Dat hoeft in dit geval niet. De identificerende data die komen sowieso niet bij de onderzoeker terecht. En de nummers van zowel NIVEL als van IKNL, die ook richting identificatie zouden kunnen gaan, zijn niet bij de instellingen, zijn eigenlijk nooit samen. En wij hebben dus niet gekoppeld op basis van BSN, omdat wij geen BSN in de kankerregistratie hebben. En de BSN waren ook niet volledig binnen de NIVEL-zorgregistratie. Dus daarom is het ook een deterministische koppeling geweest. En dat heeft ook nog wel hier en daar wat checks natuurlijk nodig, dat je met enige zekerheid kan zeggen dat het wel een juiste koppeling is geweest. En de vragen stromen binnen. De vraag van Sima, is de koppeling op basis van BSN? Ja, dat was eigenlijk mijn laatste antwoord, dat we dus niet op BSN hebben gekoppeld. En even kijken hoor, de vraag, hoe haal je de patiënt eruit wanneer deze erom vraagt? Het is zo dat als een patiënt aangeeft, bijvoorbeeld bij de kankerregistratie of bij NIVEL, daar is een traject of een procedure voor als een patiënt zegt, ik wil niet in deze registratie zitten. Dan wordt die patiënt er sowieso uitgehaald. Zit die patiënt al in een onderzoeksdatabank en zijn er al analyses op verricht, dan is het conform ook de code goed gedrag dat je dan niet meer die patiënt eruit zou hoeven te filteren. Ik weet niet of dat jouw vraag, Aletta, beantwoordt. Dan de validatie van enquêtes. Oh, sorry, ik hoorde een jaartje. Ik moest even schakelen. Dankjewel voor het antwoord. Ja, wij krijgen gewoon vragen van patiënten, ook voor onze data. En er zijn gewoon patiënten die letterlijk bellen en zeggen, ik wil eruit. Ik wil gewoon dat mijn data niet ergens staan. Je moet heel erg nadenken, vooral als je aan het koppelen bent, dat op zoveel andere plekken en het hergebruiken van data. Ja. En dat maakt het wel lastig. Hoe meer koppelingen en hoe verschillende organisaties eigenlijk erbij betrokken zijn, hoe lastiger dat dus wordt. Dus het beantwoordt wel de vraag, maar het is ook wel. Het is niet zo makkelijk. Nee, maar het. De vraag is even of je het bijvoorbeeld update. Hè? Want volgens mij, Sabine, gaf je aan dat jullie jaarlijks die koppeltabel maken, als ik het goed in de presentatie zag. Of in ieder geval die koppel-ID's. Dus stel dat een patiënt tussentijds zegt bij Palge, ik wil me graag terugtrekken. Dan zullen jullie dat pas waarschijnlijk het jaar erop merken, of niet? Of is dat direct? Dat is eigenlijk de vraag. Nee, nou kijk, het kan dus zijn. En daarom is een regelmatige. Uit elke koppeling komt eigenlijk een ander resultaat. En daar is dit onder andere debet aan. Want als er een patiënt uit de NKR wil en die wordt daar uitgehaald, dan zal die ook niet meer koppelen. Dus ja, dan vind je die patiënt niet meer terug. Dus, en daarom is het soms ook dat mensen zeggen, ja, maar hoe kan het nou? Want ik heb nu na 5 jaar doe ik opnieuw een koppeling. En nou heb ik opeens 10 patiënten minder. Die reproduceerbaarheid wordt dus heel lastig. Nee, nou, dat is zeker zo, maar het is niet in hele grote getalen, zeg maar, dat die patiënten eruit gaan. Maar dat kan een van de redenen zijn waarom je met andere getallen komt dan. Maar even de vraag aan Sabine die daarop leidt, is dat stel dat wij als onderzoekers een follow-up vraag doen, dan krijgen we, als dat goed is, wel dezelfde koppel-ID's terug. Dus je kan wel zien welke er wegvallen, toch? Moet ik even over nadenken hoor. Het is namelijk dezelfde set waar je een follow-up op doet. Ja. We kunnen hem ook even pakken. Ja, maar je weet. Nee. Ik zit even te denken. Ja, want je weet dan welk nummer, maar dat is het pseudonymiseerde nummer. Dus je weet eigenlijk dan wie eruit valt. Maar je kan niet weer achterhalen, zeg maar, uiteindelijk zelf bijvoorbeeld van, ja, welke patiënt is dat dan? Of welke data worden daarbij? Je weet gewoon alleen dat je 1 sample minder hebt. Daar komt het op neer. Of? Nou, maar je weet wel welke data erbij horen. Nou, daar moet ik even over nadenken. Misschien anders parkeren we even, Sabine, voor de discussie. Want dit is waarschijnlijk ook iets wat bij Edwin speelt. Dus precies, niet alleen uniek voor deze koppeling. Ja.
En er staat nog een vraag van Ton. Die eigenlijk niet een vraag is, maar een constatering. En gegeven de tijd. We hadden gezegd 1 of 2 vragen, maar we hebben gewoon, je hebt jezelf strak aan de tijd gehouden, waardoor we wat meer ruimte hebben gegeven. Zou ik eigenlijk over willen gaan om Edwin uit te nodigen om te gaan presenteren. Nou, Edwin zal geen onbekende zijn voor ons. Hoogleraar Humane Genetica aan het Centrum voor Moleculaire Geneeskunde van het UMC Utrecht. En uiteraard wetenschappelijk directeur van het Hartweg Medical Foundation. En Edwin, als ik het goed begrepen heb, tenzij het veranderd is, ga je ons aan de hand van het Genonco-project in de koppelbaarheid en daarmee gepaardgaande te nemen drempels ons een verhaal doen toekomen. De vloer is voor jou. Je bent nog gemute, Edwin. Jullie zien mijn presentatieview als het goed is? Ja. Oké, dankjewel. Ja, ik ga een wat droog technisch verhaal houden. Zonder wetenschap en ook een klein beetje met lichte tegenzin, zeg maar. Want ik ben natuurlijk een wetenschapper en vertel natuurlijk liever over mooie resultaten die we met data behalen. Maar ik moet dit verhaal toch vertellen, want dit project is ontstaan vanwege de complexiteit die we in de praktijk tegenkomen rondom het koppelen van databronnen. Daar zit toch wel vaak een heleboel regel- en wetgeving aan de grondslag, waardoor we allerlei werkwijzen gekregen hebben, waaronder het feit dat databronnen beheersverantwoordelijkheden hebben, zeg maar, en toch eigenlijk weer gedwongen zijn in silo's te werken en data niet gemakkelijk kunnen centraliseren. En dat wordt vrij ver doorgevoerd, zeg maar, dus data moet in principe steeds meer op de plek blijven waar het vandaan komt. En dat brengt uitdagingen met zich mee. Merken we in de praktijk waar nog maar beperkte oplossingen van zijn. En in plaats van dit probleem voor ons als Hartweg Medical Foundation en die specifieke oncologievraag of dat specifieke vraagstuk op te lossen, hebben wij nagedacht binnen dat KWF Genonco project om te kijken van is het ook mogelijk om met een systeemoplossing te komen die sustainable is, schaalbaar is en geautomatiseerd is. Ik blijf daarbij zeggen in het begin dat als we regelen en wetgeving anders inrichten, een heleboel hiervan niet mogelijk, niet noodzakelijk is. Maar in de huidige setup hebben wij dit gezien als enige oplossing. We streven dus naar een systeemoplossing. Niet omdat het kan of dat, et cetera. Maar juist om ervoor te zorgen dat onderzoekers uiteindelijk gefaciliteerd worden en niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Dus daar gaat dit verhaal over. Dus geen wetenschap vandaag. Wat hebben we wel? Ik wil het probleem even illustreren aan de hand van het health brain principe, niet iets waar ik rechtstreeks bij betrokken ben, maar dat is het principe dat een treintje langs verschillende databronnen gaat en daar allerlei informatie gaat ophalen. Je kunt je hierbij de vraag stellen van hoe goed werkt dat principe nou eigenlijk als je langs verschillende databronnen gaat? En dan ga ik een klein beetje aan mijn eigen ervaring putten. Want wil die health brain uit iedere databron van een individu informatie ophalen, dan moet die zeggen van welke informatie heb jij over dit individu. En hoe kun je die vraag nou precies stellen? Want we hebben toch wel een uitdaging. Want het gebruik van persoonsgegevens is vanwege allerlei wet en regelgeving voor onderzoek maar zeer beperkt toegestaan. We mogen voor kwaliteitsdoeleinden en voor zorg mogen wij een heleboel dingen wel gebruiken, maar in onderzoek zijn er een heleboel beperkingen. En afhankelijk van de organisatie en databron wordt het gebruik van persoonsgegevens ook onveilig gezien of willen ze niet opslaan, et cetera allemaal. En in sommige situaties, met name als het over research data gaat, dan is eigenlijk bijna per definitie zijn persoonsgegevens niet aanwezig. En is er vaak een studiecode die niet koppelbaar is en die personal health brain niet zal herkennen als behorende bij een bepaald individu uit een bron, uit een andere bron. Dat is een concreet probleem wat naar mijn idee nog niet opgelost is. Wat zien we dus eigenlijk? BSN persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor zorg- en kwaliteitsdoeleinden. In ziekenhuizen zien we heel vaak dat data uit EPD's wel geëxporteerd kan worden voor research. Maar dan krijg jij eigenlijk een data-export met pseudoniemen eraan vast. En ieder ziekenhuis doet het op een andere manier. Dat is een forse uitdaging om dat weer gekoppeld te krijgen. Ik noemde het al, in studies, ICRF's mogen geen privacy of geen persoonsgegevens bevatten. Die hebben eigenlijk alleen een studiecode. En die sleutel daarvan die zit vaak bij de onderzoeker. Die is ook niet toegankelijk eigenlijk voor een personal health brain of computer readable. En als voorbeeld daarvan kun je ook gewoon naar onze eigen databases bij Hartweg kijken. Die bevat om die reden, omdat dat in studies verzamelde data is, geen persoonsgegevens. Dus eigenlijk per definitie komen we erop uit dat data van Hartweg, de personal health brain, mag bij ons met alle plezier langskomen, maar die zal niks kunnen ophalen van een patiënt,
Want er is geen enkele identifier die de match is, die die personal health brain bij zich heeft, als hij die zich al bij zich mag hebben. Dus in de praktijk, het koppelen van verschillende databronnen op persoonsniveau is in de praktijk een hele grote uitdaging, blijkt het. Nou, waarom wilden wij dit oplossen? Omdat wij eigenlijk vragen van onderzoekers krijgen in de trant van: wat is de overlevingsprognose van patiënten met mutatie in gen X? Hoe vaak komt bijvoorbeeld microsatellite instability voor bij verschillende histologische subtypes van tumorsoort Y? En kunnen we bijvoorbeeld nieuwe biomarkers vinden die de respons op bepaalde nieuwe therapieën, zoals immunotherapie, et cetera, voorspellen? Wil je deze vraag beantwoorden, dan heb je niet genoeg aan wat er in de Hartwig database zit. Dan heb je niet genoeg aan wat er in de PALGAT database zit. En dan heb je niet genoeg aan wat er in de Nationale Kankerregistratie zit. We hebben dus informatie uit al die databases nodig. Dat was het praktijkprobleem waar we tegenaan liepen. Nou goed, ik zal niet te ver ingaan op de verschillende databases. De dia's worden gedeeld, et cetera, allemaal. Dit zijn de databases en ongeveer wat ze bevatten. Verschillende informatie. Ze hebben wel of niet persoonsgegevens erin zitten. Of maar gedeeltelijk erin zitten. Dus we hebben hier gewoon een vrij forse uitdaging. Dus en met name Hartwig kun je zeggen is de grootste beperkende factor. Want bevat op dit moment nog geen enkel persoonsgegeven. Maar we moeten daar iets aan gaan toevoegen wat wel acceptabel is. Nou, de vraag was dus hoe kunnen we op een veilige manier van koppelen realiseren? Nou, maar het simpelste oplossing zou zijn BSN toestaan voor onderzoek. Het is makkelijk, je kunt makkelijk koppelen, ieder individu is uniek. Nou, we weten dat dit nu wettelijk niet mag, want dit nummer staat gewoon in de wet vastgelegd waar het voor gebruikt mag worden en dat is voor communicatie tussen overheid en burger. En onderzoek past daar niet in. Nou, wetsaanpassing nodig, lobbylovoor loopt al meer dan 10 jaar. Ik weet dat die nu ook nog steeds actief is en nog actiever is dan die ooit geweest is, dus mogelijk komen we hier ooit uit. Maar dan moeten we nog steeds de vraag stellen, willen we eigenlijk wel dat het BSN-nummer zelf gebruikt wordt en gaat rondzwerven in de onderzoekswereld? Ik heb daar mijn bedenkingen bij, want ik denk dat daar toch wel wat fraude- en privacyrisico's aan hangen. Nou, een simpel alternatief daarvoor is dat BSN te pseudonymiseren of een onderzoeks-BSN te creëren op basis van dat BSN-nummer. Goed, dan blijf je eigenlijk nog steeds een nadeel behouden, is dat eigenlijk dezelfde nummers circuleren bij allerlei partijen. En dat betekent dat je, als je toevallig beschikking hebt over verschillende datasets, ongeautoriseerd en ongecontroleerd koppelingen tussen bronnen kunt maken. Je moet je afvragen of dat wenselijk is. Je kunt zeggen, je kunt er vertrouwen in leggen dat dit eigenlijk altijd wel goed gaat. En dat we ons bewust zijn dat er op dat soort punten altijd een privacy impact analyse uitgevoerd moet worden. Maar ik heb mijn bedenkingen erbij of dat eigenlijk altijd wel goed zal gaan. En als ik bedenkingen heb, dan zal de burger dat potentieel ook hebben. En dan denk ik dat we een probleem krijgen met vertrouwen vanuit de maatschappij om data te delen in dit soort contexten. Dus zelfs als je een gepseudonymiseerd BSN hebt, moet je je afvragen of dat de echte ideale oplossing is. Overigens is het ook nog zo dat juridische puristen een gepseudonymiseerd BSN gelijk trekken aan een BSN. En dat eigenlijk nog steeds een wetswijziging zou nodig hebben. Ik ga hem niet over uitlaten of ze wel of niet gelijk hebben. Nou, dat is de oplossing die we in het GenOnco-project hebben proberen uit te werken. Die is gebaseerd op de best practices tussen die er al zijn, tussen ICANEL en PALGAT, die al met succes vele koppelingen hebben tot stand hebben gebracht, ook zonder gebruik van het BSN. En zij gebruiken meerdere pseudoniemen, gebaseerd op verschillende persoonsgegevens, om de matchingskans te maximaliseren. Dit zijn de type pseudoniemen die gemaakt worden. Het zijn 6 verschillende, ze zijn niet helemaal onafhankelijk van elkaar. En hebben verschillende betrouwbaarheid. In dit lijstje zie je op BSN staan. En we hebben dat expliciet meegenomen in de systematiek. Omdat het zo is dat we hopen het future-proof te maken. En een op BSN gebaseerde pseudoniem is natuurlijk de meest betrouwbare pseudoniem. Want die blijft gewoon uniek. En in al die andere pseudoniemen kunnen fouten zitten, of veel gemakkelijker fouten zitten. En kunnen veel gemakkelijker redundanties in zitten die de match niet uniek maken. Dus dit is de systematiek waar we mee starten. 6 pseudoniemen. De betrouwbaarheid van matching die neemt af naarmate je dit lijstje van boven naar beneden afloopt. We gebruiken meerdere pseudoniemen. Dus je kunt zeggen van ja, als je een match op 2 pseudoniemen vindt die behoorlijk onafhankelijk van elkaar zijn, dan heb je wel een extreem betrouwbare match. Dus dat is een beetje de gedachtegang die hierachter zit. Dan is de vraag van hoe kunnen we met dat soort pseudoniemen dan uiteindelijk een veilige koppeling realiseren? Nou, het concept wat wij gekozen hebben is dat iedere databron een eigen pseudoniem krijgt voor iedere record, voor ieder individu.
En daarmee voorkom je dus ongeautoriseerde datakoppeling. Dus wel, stel je hebt twee datasets, dan kun je nog steeds niet pseudoniem met elkaar matchen, want hetzelfde individu heeft een ander pseudoniem in twee verschillende databronnen. Databronnen zelf slaan geen persoonsgegevens op, maar die gebruiken persoonsgegevens eenmalig om de pseudoniem aan te maken en te koppelen aan interne database identifiers. Dus dit is ook weer voor de databronnen, is dit een veilige route, dus mocht die database op straat komen, dan zit er nooit een persoonsgegeven in, dan zit er alleen pseudoniemen in bij iedere record. Dus dat is ook weer een extra stukje veiligheid. We gebruiken een tweestaps pseudonymisatie om dit te realiseren. De eerste stap gebeurt met een uniforme sleutel voor alle organisaties waarmee koppeling gewenst is. En dan gebeurt er nog een tweede stap en die is organisatiespecifiek, waardoor iedere organisatie dus een ander pseudoniem krijgt. Dan de koppeling. Als we dit gedaan hebben, hoe kunnen we dan als iedere organisatie verschillende pseudoniemen heeft nog steeds tot een koppeling komen? Nou, dat doen we door één stap te ontsleutelen. En het mooie van één stap ontsleutelen is dat je nog steeds terugkomt op een pseudoniem. Dus dat je nog steeds geen persoonsgegevens ziet. Je gaat nooit terug naar de originele persoonsgegevens voor het maken van de koppeling. Die één stap terug pseudoniem, dus de eerste laag pseudoniem, die was dus wel gedeeld. En daar kun je dus wel matches maken. En op die manier kunnen we dus een match maken tussen verschillende databronnen en dat terugkoppelen. En als we voor deze systematiek van die één stap decoderen ook nog eens een trusted third party gebruiken, dus dat een eigen databron deze stap nooit zelf kan uitvoeren, zelfstandig, dan hebben we een extra laag van veiligheid ingebouwd, waarbij een trusted third party de één staps decodering en de koppeling doet, en daarna pas weer terugkoppelt. En die eerste staps pseudoniem wordt dus eigenlijk ook nooit zichtbaar voor de databron zelf. En op deze manier kan uiteindelijk nooit iemand zelfstandig of ongecontroleerd een koppeling tussen databronnen uitvoeren. Weer een stapje veiligheid, wat denk ik extra vertrouwen bij de burger geeft, als je zo netjes inricht dat je dit allemaal technisch kunt borgen. Nou, werkt dit in of hoe werkt dit nou precies in de praktijk? Nou, we moeten hier even kijken naar de databeheerder, de databron stap. Nou, iedere organisatie moet dus voor zijn eigen records zo volledig mogelijk die input voor het genereren van die pseudoniemen verzamelen. Als stap 2. Moet dat bestand aangeleverd worden en gepseudonymiseerd worden? Nou, dat gebeurt door een tweestapsprocedure. Daar kom ik dadelijk nog op terug. De eerste stap van die pseudonymisatie gebeurt lokaal. Dus er worden ook geen persoonsgegevens naar zorg-DTP gestuurd. Dat is ook even belangrijk of naar een derde partij gestuurd. Ze blijven altijd in huis. Er gebeurt een deel pseudonymisatie van de eerste stap. Dus de halve sleutel wordt toegepast, de halve eerste sleutel. Daarna gaat er naar zorg-DTP en die voert de tweede helft van de sleutel uit. En dan pas hebben we volledig gepseudonymiseerde data tot de eerste stap. Vervolgens gaat zorg-DTP daar die tweede pseudonymisatiestap over uitvoeren. Waardoor er dus organisatiespecifieke pseudoniemen ontstaan. Die teruggestuurd worden naar de databron. Zodat die in de database opgenomen kunnen worden daar. En tegelijkertijd worden deze outputs allemaal in een zogenaamde pseudoniemencatalogus opgenomen die later gebruikt kan worden voor de matching machinery. Dat is die laatste stap. Oké, dit is hoe dat eruit ziet in de praktijk. Die stappen die ik net benoemde, die zullen door iedere aangesloten partij zeg maar uitgevoerd moeten gaan worden. De vraag is hoe kunnen we dan koppelen? Nou, dat moet getriggerd worden door een van de betrokken organisaties. En die kan met een lijstje van eigen identifiers of pseudoniemen naar die koppelmachinerie gaan. Waar dus die pseudoniemencatalogus achterhangt van die verschillende organisaties. Stuurt die pseudoniemen daar naartoe. Dit gebeurt wederom via de trusted third party waar deze matching plaatsvindt. Dus een organisatie kan dit niet zelf doen. We hebben daar een website of een domein voor gecreëerd waar dit moet landen. Cancellink.nl, die is nog niet operationeel, dus je hoeft er nog niet heen te gaan. We werken hier nog aan de laatste stukjes. Daar kan alleen ook de databeheerder zeg maar naartoe. Die kan die pseudoniemen daarin uploaden. En dan krijgt die search krijgt een specifieke unieke query ID. Daar kom ik later op terug waarom dat nodig is. Die koppelmachine zoekt vervolgens naar matches en die doet dat door de aangeleverde pseudoniemen één stap te ontsleutelen en dat stapsgewijs voor ieder pseudoniem in de catalogus ook te doen om te zien of er een match is. Alle matches worden teruggerapporteerd naar deze aanvrager en indien die aanvrager zegt van ja dat is goed, dan kan die koppelmachinery naar de verschillende betrokken data providers een file terugpushen met de oorspronkelijke databron specifieke pseudoniemen van de gematchte patiënten of individuen, plus
een nieuwe lijst query-specifieke pseudoniemen. Daarvoor wordt de unieke query ID gebruikt. En kun je dus per query krijgt iedere patiënt weer eigenlijk weer een nieuw pseudoniem. En dat is ervoor te zorgen dat de databron zelf data kan gaan uitgeven met die query-specifieke pseudoniemen. Dus de oorspronkelijke pseudoniemen en database identifiers worden niet uitgegeven. Data wordt uitgegeven door de databron aan de hand van de nieuw aangemaakte codes of pseudoniemen voor deze specifieke matching. En op die manier kan in een later stadium nooit een onderzoeker op verschillende wijze verkregen databronnen ongeautoriseerd koppelen. Wat een soort van bijkomend iets is, dat de daadwerkelijke koppeling van de data plaatsvindt bij de onderzoeker. Dus niet ergens bij de databronnen of bij een gecentraliseerde organisatie die iets faciliteert. Juridisch gezien heeft dat allerlei voordelen, want de verantwoordelijkheden die komen bij het koppelen van, data, die horen eigenlijk ook bij de onderzoeker te liggen, want die moet de weging maken tussen de potentiële privacy impact risico's en de waarde van het onderzoek. Dat kan nooit gecentraliseerd en uniform gebeuren. Dat zal per onderzoeksvraagstelling moeten gebeuren. Dus dat borg je op deze manier ook nog eens, want de verschillende organisaties geven de data, hun eigen data, uit met universele pseudoniemen voor deze specifieke koppeling. En de onderzoeker zelf kan die data bij elkaar brengen en voert de daadwerkelijke koppeling van de patiëntdata op die manier uit. Dit is wederom een schemaatje hoe dat eruit ziet. Die is wel rondgestuurd, dus daar kunnen jullie dat nog nakijken. Nou, als laatste conclusies. Wij hopen dat deze opgezette systematiek in de praktijk ook toekomstproof is. Want het BSN kan in principe hier ook voor gebruikt worden. Hè. Deze systematiek heeft het voorbeeld dat een BSN of zelfs een gepseudonymiseerd BSN niet gedeeld hoeft te worden. Die hou je gewoon goed afgeschermd en daardoor reduceer je privacyrisico's enorm. En dat doe je door die tweestapsprocedure te doen. Dan heb je niet al die lijsten van 6 pseudoniemen nog maar nodig, heb je nog maar eentje nodig. Maar de koppelmachinery en de tweestapspseudonymisatie zou je nog steeds intact willen houden, naar mijn idee. Dit hele proces is volledig geautomatiseerd. Er komen geen manuele stappen en wachttijden bij. Het is real-time. Je submit, krijgt feedback terug. Je kunt de volgende stap inschieten, en et cetera. Dus er zit dit niet in een manueel proces, wat je iedere keer weer met een heleboel betrokkenen moet afstemmen. Nee, dit is volledig geautomatiseerd. Het is schaalbaar. We hebben dit nu met 3 bronnen gedaan. Maar in principe kun je dit uitbreiden met iedere bron die dit wil omarmen. Het enige vereiste is dat je diezelfde modules van ZorgDTP gebruikt voor het aanmaken van de pseudoniemen. Daar is in voorzien en daar hebben we ook een systematiek voor opgezet om dit uitbreidbaar te maken als een organisatie geïnteresseerd is om hierin te participeren, om ook te kunnen koppelen via deze systematiek. Dat kunnen ziekenhuizen zijn, dat kunnen andere databronnen zijn. In principe kun je dit principe ook integreren in de centrale catalogus die Jeroen helemaal in het begin eigenlijk al noemde rondom BBMRI. En je kunt dan nog veel groter uitbreiden qua functionaliteit, want nu wordt deze query geïnitieerd door een databeheerder, maar idealiter laat je dit achter de schermen draaien en krijg je bepaalde geaggregeerde matchingsinformatie al vanuit je catalogus automatisch terug. Dus dat is een ding om over na te denken en verder uit te breiden. Dat bestaat nog niet, maar daar is het wel geschikt voor. Nou, dit dingetje kan ook gebruikt worden in de Personal Health Brain die dit meeneemt. Om persoonsgegevens niet meer te hoeven meenemen in het karretje zelf, in het treintje zelf, maar juist te werken met die pseudoniemen en die matchings, systematiek. En als laatste opmerking, uiteraard is dit niet de perfecte oplossing. Onderzoekers moeten nog steeds door heel veel hoepeltjes heen. Iedere databron vergt en vraagt allerlei procedures om überhaupt bij data te mogen komen. En via de huidige routes zal een onderzoeker nog altijd allerlei data aanvragen bij verschillende partijen moeten initiëren, et cetera allemaal. Dat is een stukje wat wij ons heel goed realiseren en wat we zeker nog niet opgelost hebben in dit Genonco project. Het gaat ook niet meer lukken, want het project is ongeveer afgelopen. Maar dat is wel iets waar we gezamenlijke visie en gedachten over hebben. En we hopen dat we in de toekomst in samenwerking met alle veldpartijen en stakeholders kunnen toewerken naar 1 catalogus, in ieder geval voor de oncologie domein. 1 aanvraagportaal, procedure om toegang te verkrijgen, om te weten wat er is en dat je het ook daadwerkelijk kunt krijgen. En uiteindelijk heb je aan de achterkant dan eigenlijk toch ook iets nodig wat gecentraliseerd data aanvragen beoordeelt. Mag jij die data hebben of niet? Universele uitgangspunten, maar ook 1 universele commissie zou dat moeten kunnen doen, want anders kost het dramatisch veel tijd. Mensen die erbij betrokken zijn weten dat het doen van een data-aanvraag gerust een half jaar kan duren. En dan heb je misschien nog mazzel ook nog. Dat is niet zoals we dat willen vanuit onderzoekersperspectief. Dus daar moeten we zeker ook nog wat mee.
Nou, dit is voor de toekomst. De partijen die op de volgende slide staan, die hebben al commitment getoond in dit hele traject wat ik net heb beschreven. Dit was niet iets wat we bij Hafig hebben uitgevoerd. Dit is echt een samenwerking tussen al deze partijen. En deze partijen hebben eigenlijk ook een commitment afgesproken naar de lange termijn om ook die resterende vragen, zeg maar, goed te gaan adresseren in de toekomst. En ik vind het heel bijzonder en heel mooi dat Healthfly nu daadwerkelijk ook de middelen heeft gekregen om een verschil te maken op deze agenda. En vanuit Hartwig dragen wij daar met alle plezier en energie verder aan mee. Daarmee eindig ik mijn presentatie en beantwoord ik graag de vragen. Dankjewel, Edwin. Nou, er zijn heel wat vragen voorbij gekomen in de chat. Dus ik neem aan dat je de chat ook kan zien. Een aantal vragen werden al beantwoord op het moment dat je de volgende stap in je dia toonde. Dus als we even teruggaan, de vragen die bij jou in je sessie voorbij kwamen. Er wordt een vraag gesteld of deze systematiek vergelijkbaar is met de eerder in parelsnoer gehanteerde systematiek. Hoe zie je dat, Edwin? Weet ik niet, want ik ken die systematiek niet en die is ook niet komen bovendrijven toen we deze problematiek bespraken. Dus als het wel hetzelfde is, dan zou dat heel bijzonder, zeg maar, zijn. Want er zijn heel veel betrokkenen bij geweest bij het opzetten van dit traject. Ook mensen die nou bij parelsnoer betrokken zijn geweest, zoals Paul Gerda. Helder. Dus ik zie geen voornaam staan, maar ik neem aan de heer of mevrouw Snijder. Wil je dat toelichten? Zo te zien niet. Even kijken. Sabine had de volgende vraag. Sabine, je mag hem zelf even toelichten. Ja, je gaf aan dat de onderzoeker uiteindelijk zelf koppelt. Maar die onderzoeker koppelt alleen dus op de nieuwe pseudoniemen, toch? Want daar komen geen geboortedata of wat dan ook bij aan te pas. Die zijn niet aanwezig. De onderzoeker ziet nooit persoonsgegevens. Er worden alleen centraal, kijk, dit is een semantisch iets, zeg maar. Hè? Dus het is altijd de vraag van wat is de koppeling? Nou, de koppeling is technisch gemaakt op basis van pseudoniemen. Ja. Maar dat is niet een koppeling van data. Nee. En het gaat erom die DPIA, of in ieder geval de privacywetgeving, die heeft betrekking op het koppelen van persoonsdata, gegevens. Ja. Dus dat is niet pseudoniemen. Dus die koppeling van data uit verschillende bronnen, die wordt uitgevoerd door de onderzoeker. Ja, precies. Dus de onderzoeker krijgt twee bestanden met informatie over patiënten, zeg maar, items. En daar is één sleutel en dat zijn die nieuwe pseudoniemen. Dus de bestanden worden pas bij de onderzoeker samengevoegd. Dat is precies zoals bij Nivel IKNL wat ik bracht, zeg maar, gebeurd. Ja. Ja. Ja, goed dat je de vraag even stelt, want dat hebben we ook in de eerste sessie voorbij zien komen. Er zijn twee soorten aanvragen. Namelijk de aanvraag, ik zit op wat Edwin netjes uitlegde, hier zit op een soort kwartaligus of een soort entreeportaal, waar je de vraag kan stellen, geef mij alle vrouwen die borstkanker hebben die jonger dan 35 jaar zijn. Dan heb je geen persoonsgegevens nodig. Maar het kan ook zijn dat die artsonderzoeker in een ziekenhuis werkt, met zijn eigen patiëntendataset zit en vervolgens zegt, ik zou willen weten van deze patiënten of ze kanker hebben. En de vraag is even, want dan heb je wel persoonsgegevens en dan gaat volgens mij in jouw extra procedure zorg DTP daar zorg voor dragen, toch? Ja, en kijk, wat er dan voor nodig is, dat ziekenhuis zal dan zich moeten aansluiten op deze systematiek. Die krijgt een simpel programmaatje, een module. Daar kan die arts gewoon een simpel Excel-faaltje op aanleveren met die verschillende persoonsgegevens, die 6 velden die ik noemde, hè, dus et cetera. Dan wordt die onderdeel van de pseudoniemencatalogus en kan die op deze manier een matching gaan uitvoeren. En dan krijgt hij in eerste instantie gewoon pure aantallen terug van hoeveel matches er gevonden zijn in de andere databronnen. Okay, maar dan zou het ziekenhuis of de onderzoeker in het ziekenhuis, want ik denk dat we heel duidelijk moeten zijn dat de onderzoeker iets anders is dan het ziekenhuis wat de data heeft. Want het ziekenhuis zie ik dan ook als dataleverancier en verantwoordelijk hierin. Ik heb net ook de onderzoeker zelf niet genoemd volgens mij. Ik noemde het ziekenhuis. De verantwoordelijke zeg maar, is het ziekenhuis. Dus ja. We hebben dat niet echt geëxpliciteerd, zeg maar, met wie kan en mag aansluiten. Maar dat moeten juridische entiteiten zijn. Ja, precies. Zullen niet meer kaders kunnen aansluiten. Ja. Want hier hangen natuurlijk wel wat dingen en verantwoordelijkheden aan vast, zeg maar. Dus dat kan niet zomaar een willekeurig onderzoeker zijn. Nee, precies. Want het is heel fijn dat je dat zo goed benadrukt ook. Of zo duidelijk benadrukt. Want
Soms is ook wel het idee dat bijvoorbeeld een onderzoeker van IKNL bij alle data kan, maar dat is helemaal niet zo. Want die onderzoeker die toevallig dan in dienst is van IKNL, moet precies dezelfde weg als een externe doorlopen. En dat geldt ook voor onderzoekers bij Nivel of Farmos Diesel of iets dergelijks. Dus dat, ja, dankjewel. Nee, dat klopt, ja. Goed dat het uitgelegd is, hè? Dat we dat nu allemaal realiseren. De volgende vraag die voorbij komt is gesteld door Rob Hoofd. Rob, wil je hem zelf toelichten? Dat zou kunnen. Ik maak deel uit van een project dat heet de European Joint Program for Rare Diseases. En daar zit een partner in die heet EUPIT. En dat is een spin-out in Oostenrijk. Die volgens mij iets doet wat redelijk vergelijkbaar is met... Ik vroeg me af of je dit kende en of dat ook inderdaad vergeleken was. Ik heb daar wel eens van gehoord gezien. Dat is iets ook wat recent op popt, zeg maar. Dit project, om even aan te geven, loopt al 4 jaar. Dit is mijn grootste hoofdpijndossier, dit project. We zijn er nog steeds niet meer klaar. En dat illustreert ongeveer de complexiteit die we hierin hebben, zeg maar. En zo'n project als dit gaat nooit werken en lopen zonder commitment van al die partijen. Je moet je meenemen in dat proces. Je moet onderdeel zijn van dat proces, et cetera. Dus het nu zeggen van een oplossing die in Oostenrijk ontwikkeld is, die pluggen we hier in Nederland in en gaan draaien. Dat klinkt iets te naïef, zeg maar. Want dit is niet zozeer alleen een technische uitdaging. Hier zit ook een heleboel vertrouwen in. Is dit de route om te gaan? Coveren we nou alle legal dingetjes, et cetera, et cetera. Dus je moet dit nationaal gewoon met alle veldpartijen goed organiseren, gezamenlijk. Anders gaat dit geen succes worden. Dus met alle respect ben ik bang. Of zie ik dat niet als een ideale oplossing, laten we het zo zeggen. Ik kan in ieder geval toelichten, Edwin en Rob, dat gegeven het verhaal en de stand van zaken zoals Edwin het uitgelegd heeft, is zeg maar het Genonco-project verreweg verder. Het EU-PIT-verhaal, dat is ook getest in de zorg. En het grote probleem daarin is dat je maar 1 patiënt per keer er doorheen kan halen, terwijl je juist hier een badge-aanvraag wil doen. En dus dat geeft precies de complexiteit aan. Dus het zijn verschillende use cases die daar gedraaid worden. Het is puur bedoeld om een patiënt te pseudonymiseren en ergens, zoals het netjes heet, in een European Reference Network te kunnen aanmelden. En dat gaat om 1 patiënt die een consult krijgt op dat soort zaken in plaats van een hele groep. Tenminste, ja. Zo heb ik het begrepen, maar ik hoop dat even uitgeeft dat ze voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Ik ga even doorscrollen in de lijst, want hij wordt steeds langer. Er wordt ook een vraag gesteld over of, en dat is ook bij Sabine gesteld door Sima. Sima, wil je zelf de vraag toelichten? Ja, ik vroeg me af of wat jullie ervaring is. Want sommige registraties, zoals bij ons bijvoorbeeld, die zijn gebaseerd op toestemming van de patiënt. En ik vraag me af of je dan elke keer dat je een koppeling maakt met een andere registratie, of je dan terug moet bij de patiënt om te vragen of die akkoord gaat, zeg maar, met de koppeling. Of is dat iets algemeens wat je dan moet formuleren? Wat zijn jullie ervaringen? Ja, dat is een goede vraag. Een databron die voor iedere koppeling, zeg maar, aparte toestemming van het individu nodig heeft, die is niet geschikt voor deze systematiek. Want daar bouw je een complexiteit in die niet wenselijk is. Ik denk dat we daar op de een of andere manier, als het een waardevolle bron is, vanaf moeten. Wij proberen dat in de oncologietermijn te doen door brede consensus te vragen voor dataherbruik. Dus alle data die bijvoorbeeld in de HIV-database zit, is verkregen met consent van de patiënt. Wij doen ook whole genome sequencing diagnostiek voor patiënten die dat niet willen. Die komt gewoon niet in de database en die zal dus ook nooit in de matching voorkomen. Ja. Dus dat is de voorwaarde dat ik het dadelijk is eigenlijk alleen maar deelbare informatie. Nee, sorry, pseudoniem bevat van patiënten waar data deelbaar van is. Dat is het uitgangspunt. Ja, oké. Okay. Het is misschien ook goed toe te lichten dat, Simon, want die vragen komen meer op, dat daar heel hard aan gewerkt wordt om ook in Nederland de consens die gegeven zijn vindbaar te maken. En dus we lachen erom, maar dat kan op dit moment niet. Het zijn vaak op papier getekende door beide partijen, de arts en de patiënt, informed consent, dan een opt-out. Ja, maar het zijn vertrouwelijke documenten. Dus, die ga je nooit op het individu niveau met handtekening ga je natuurlijk nooit krijgen.
Wij vangen dit op door de essentiële keuzes die de patiënt gemaakt heeft in het informed consent. Want ieder informed consent heeft verschillende keuzes. In ons geval bijvoorbeeld over kiembaanbevindingen. Die worden in het ICRF, in ons geval zeg maar, apart gelogd. En dat komt in onze database te staan. En dat bepaalt of of de data deelbaar is. En dus nieuwe catalogus terechtkomt. Dus dat is iets wat iedere databron voor zichzelf, denk ik, heel goed moet organiseren en documenteren en machine readable maken, zeg maar. Want dat kan dan een soort selectiecode worden dat er bij bepaalde queries wel of niet als output meekomt. Ja, en dat is eigenlijk een opstap, hè, want dat het al lokaal gebeurt. Maar men wil naar, net zoals bij de zorg, patiënten toestemmingen geven. En er wordt een register voor opgezet. En dat heeft ook te maken met het delen van de BSN. Willen ze dat ook voor onderzoek doen? Maar dan wat jij aangeeft voor een breed consent. Je wil niet elk detail vastleggen, maar in ieder geval het gebruik. Gaf Alette net aan dat het ook... Alette, wil je toelichten? Nou, het zou goed zijn, mag ik een opmerking eerst over plaatsen? Het zou natuurlijk goed zijn als wij een wetgeving hebben. Die hebben natuurlijk een beetje over biobanking en die wordt nou richting data gelukkig ook enigszins uitgebreid. Dat we daar een soort van consensus ook in maken. Welke informatie of welke vragen, welke elementen specifiek bij een patiënt uitgevraagd moeten worden of bij een individu. Het hoeft niet altijd een patiënt te zijn, kan ook een burger zijn. Dan maakt het een stuk makkelijker natuurlijk voor ons als onderzoekers. Want nu is ieder consentformulier anders, zeg maar. Omdat iedereen weer andere dingen belangrijk vindt. En het aan de METC ligt wat er wel en wat er niet in moet, et cetera. Dat moet veel en veel strakker getrokken worden. Want we doen het allemaal voor diezelfde burger. Die grotendeels één en dezelfde mening hierover heeft. Aletta, wil jij nog extra toelichten? Of is hiermee jouw opmerking, vraag beantwoord? Heel kort. Nou ja, als je kijkt naar hoe het gaat met donorregistraties en hoeveel tijd dat heeft gekost. Dan moeten we echt eerst kijken wat gebeurt er uiteindelijk. Welke beslissingen worden er gemaakt en wordt de wet veranderd. En hoe kan je dan als patiënt ook weten wat er voor jou geregistreerd is. En dat ook veranderen wanneer je dat wil. Dus dit is wel echt een hele, hele grote drempel. Nou, ik denk niet als je dat goed inregelt natuurlijk. Hè. Kijk, iedere burger heeft natuurlijk niet iedere burger is even ver gedigitaliseerd als de jonge burger, zeg maar. Maar als je ziet wat er al nodig is en wat er geadministreerd staat en wat voor portals en dingetjes je daarvoor hebben, daar kun je het gebruik van je eigen informatie voor onderzoek natuurlijk ook aan en afvinkbaar in maken en eventueel specificaties, et cetera, ingeven. Dus ik denk dat wij veel te weinig nadenken over oplossingen waarbij je dit soort keuzes en dit soort zaken echt bij de burger legt, want daar gaat het om. Die moet die keuze kunnen maken. Daar is geen twijfel over mogelijk. En nu zitten we de hele tijd commissies op de lijnen om na te denken namens de burger. Ja, onzin is dat natuurlijk, als je het echt over burgerparticipatie hebt. Ja. Mee eens. Gaan we naar de volgende vraag, volgens mij Marjan Beekman. Marjan, wil je jezelf toelichten? Dat is een hele vraag die vrij vaak voorbij komt. Ja, dat geloof ik graag, ja. Ik vroeg me af, als je nou data gaat delen, je genetische data of andere omicsdata, dat wordt toch gezien als persoonsgegevens, had ik de indruk. Hoe kan je die nou delen, ook al hangt er dan een geanonimiseerd ID aan? Kijk, data wordt uiteindelijk gedeeld met een bepaalde... dat is de reden waarom databronnen data blijven controleren, zeg maar. Dus bijvoorbeeld Hartwig geeft die data zonder meer uit, zeg maar, met toestemming van de patiënt, want dat is ook gevraagd. Maar tegelijkertijd komt dat met een datalicentie. En die licentie, daar staat heel duidelijk in dat het gebruik van die data dat de data alleen gebruikt mag worden voor de doelstelling waarvoor het aangevraagd is. Dus het is wel belangrijk om dat te beseffen. Dus een onderzoeker die uiteindelijk data gebruikt, die heeft de verantwoordelijkheid. Dus die heeft de verantwoordelijkheid richting de databron, zeg maar. En andere databronnen doen dit ook. Dus dat is belangrijk om dat mee te nemen. En dan heb je daar dan een agreement voor nodig? Want heb je dan een soort joint controller agreement? Hoe weet je nou dat die onderzoeker dat niet nog ergens anders voor gebruikt? Dat is een hele goede vraag, zeg maar. Maar als wij wetenschap gaan bedrijven met het onder een mom van wantrouwen en het slechte in de mens, dan komen wij niet ver. Hè? Want wie weet dat jij dat projectgeld wat je bij Zonnemee hebt aangevraagd niet voor andere dingen gebruikt. Hè? Kijk, dit zijn allemaal van die vraagstellingen waar je vanuit het slechte uit kunt gaan en van het goede uit kunt gaan. En je moet op gemaakte afspraken kunnen afgaan. Je hebt wetgeving om het af te dwingen. Hè? Dus misbruik van die data, oneigenlijk gebruik, zeg maar, is gewoon puur strafbaar. Zeg maar. Daar overtreedt niet de data supplier, maar de data gebruiker overtreedt wetgeving. En die is daar dus gewoon ook echt strafbaar voor. Doe je dat als werknemer van een organisatie?
dan is de organisatie daarvoor aansprakelijk, zeg maar. Dus als ik dat als onderzoeker van het UMC Utrecht data zou misbruiken, dan kan het UMC Utrecht daar hele forse boetes voor gaan krijgen. Dat betekent, dat is de reden waarom die organisatie tegenwoordig ook privacy officers hebben. En die kijken over de schouder van de onderzoeker mee of jij oké omgaat met persoonsgegevens. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is, dan moeten we niet doordrijven, zeg maar. Maar het is wel belangrijk dat daardoor iedere onderzoeker beseft wat hij wil en wat hij niet mag en wat hij kan. En dat dat intern goed georganiseerd en gecontroleerd wordt. Het is niet de rol van de data provider om dat tot in detail te controleren. Nee, maar die moet dan ook niet aansprakelijk zijn als er bijvoorbeeld datalek is, bij wijze van spreken. Ja, maar dat is wettelijk goed geregeld hoor. Degene die de data lekt is verantwoordelijk. Niet degene die oorspronkelijk ooit de data beheerd heeft. En dan geldt hetzelfde van die DPIA, die privacy impact analyse over een koppeling. Want dat is een goed punt ook in de context van genetische informatie. Het is afhankelijk van hoe je de data gaat combineren en wat je ermee gaat doen, wat de privacy impact is. De data provider kan dat niet inschatten. Dat kan alleen de onderzoeker die koppeling gaat maken doen. En die moet dat ook doen. Die is dat wettelijk ook verplicht. Hè? Wij, bij zo'n koppeling, als wij data uitgeven in de context van een koppeling, dan vragen wij altijd expliciet uit of de onderzoeker er zich bewust van is dat hij die privacy impact analyse moet uitvoeren. Want veel onderzoekers zijn dat niet. Ja, ik begrijp het. Ja. Dat is goed uitgelegd. Hè. Dankjewel, Edwin. Er is nog ook een opmerking, en dat kwam ook in de buurt, die ik ook wilde plaatsen door Maarten. Maarten, wil je mezelf even toelichten? Jawel. Je kunt, tenminste ik neem aan dat je mijn ding bedoelt over multiparty computation. Op die manier kun je ook technisch een en ander afdwingen dat je alleen bepaalde dingen kunt opvragen. Dus alleen bepaalde aggregaten zonder dat individuele datapunten gedeeld worden. En dat hebben we dus onlangs in de zorg nog toegepast. Het is natuurlijk nog wel een vrij nieuwe technologie, maar het begint nu toepasbaar te worden. Ja. En dus ook in het geval van bijvoorbeeld die genetische informatie, die zou je dan verhuld kunnen laten, maar toch bepaalde aggregaten kunnen doen en selecties. Ja, ik vind dat een heel mooi punt en ook een hele mooie ontwikkeling, want dat zouden we liefst in die catalogie zichtbaar maken. Hè? Dus alles wat, als je het kunt aggregeren tot een niveau dat er geen privacy impact meer kan zijn, dat zou je gewoon buiten de muren van data aanvragen om terug willen kunnen koppelen. Hè? Dus dat is natuurlijk het ideale beeld en dat kan nu nog steeds allemaal niet. Dus ik zou dat prachtig vinden als we er uiteindelijk in slagen om rondom zo'n catalogus, BBMRI-catalogus, zeg maar, dat soort dingetjes voor elkaar te krijgen. Ik denk dat het op zich wel mogelijk is, als ik me niet vergis. Maarten, is er van de week een publicatie ook van CBS geweest. Ja. Over die multiparty. En dat, daar krijg ik ook een zoals dat heet, een notificatie van Jeroen. Dit is voor jullie interessant. Maar ik denk dat Edwin, dat we dit even mee moeten nemen. Genonco, zoals je het nu draait, werkt. En dat het NPC echt een potentiële verrijking zou kunnen zijn. Ook op het portaal wat wij hanteren. Ja, nou, ik moet er eerlijk in zijn. We zijn nog in de afrondingsfase hiervan. En de grootste beperkende factor in dit geheel is natuurlijk de hardware database, waar geen pseudoniemen aanwezig waren en geen persoonsgegevens. Dus we hebben door heel veel hoepeltjes heen moeten gaan om überhaupt die pseudoniemen te kunnen gaan ophalen via de verschillende studies waarin het verzameld is. Sleutels terug naar de oorspronkelijke ziekenhuizen. Daar overal die uploads regelen, et cetera allemaal. Dat is voor een deel van de patiënten recent gebeurd. Is gecompliceerd door COVID, want er was niemand welkom in het ziekenhuis. Dit moest fysiek om die locatie gebeuren. Dus we hebben daar best wel veel vertraging in opgelopen. Dus we zijn nog in de afronding aan de proof of concept dat dit ook daadwerkelijk tot goede matches leidt. Daar lopen we nog in. Ja. Dan had ik zelfs de vraag die ook naar aanleiding van een aantal opmerkingen in de chat is. Want je zei net, op het moment dat je de data gaat leveren, sluit je een datalicentie af. Betekent dat ook voor het plaatje waarmee je begon, de personal health train, dat daar van tevoren, want de personal health train is in feite een geautomatiseerd proces. Dus toch voordat het treintje gaat rijden, eerst de contracten moeten worden afgesloten? Ja, dat moet je bij de personal health train mensen zijn, zeg maar. Maar mijn ervaring is dat je bij niemand data krijgt zonder dat er iets getekend is. En je komt bij niemand gaat de deur open als je niet weet wie het is en wat je komt doen. Dus je zult altijd met iedere databron zul je een bepaalde vorm van overeenkomsten moeten hebben. En het is dan uiteindelijk ook de vraag, wat ben je nou precies aan het doen? Ga je zo meteen data controleren? Ben je data verwerken? Wat ben je precies aan het doen? Dat is allerlei wetgeving van toepassing, ook van het treintje. Ja, helder. Dus dat betekent ook dat als er overkoepelende contracten afgesloten kunnen en mogen worden, dat die ook zichtbaar moeten zijn voor onderzoekers. Hè? Want dat is vaak ook nog een probleem. Ja, maar het is heel erg belangrijk om te beseffen
dat generieke contracten en generieke afspraken slecht haalbaar zijn, omdat bijna alle wetgeving vereist dat je een afweging tussen bijvoorbeeld risico's doet. Dus een DPA is, zoals je gaat koppelen, is een DPA per definitie van toepassing, privacy impact analyse. En die kan alleen maar uitgevoerd worden in de context van een specifieke onderzoeksvraag. Die kan niet uitgevoerd worden aan de hand van een systeemprocedure. Omdat je ook omdat er een kostenbatenafweging in zit. Er is door Suzanne tot slot ook nog een toelichting gegeven op de vragen die spelen. Suzanne, wil je dat nog expliciet even voor iedereen kenbaar maken? Mensen die de chat niet volgen. Nou, het kan. Ik merkte gewoon wat verwarring bij sommigen inderdaad over wat nou een persoonsgegeven is. En ik hoorde af en toe iemand zeggen dat je geen persoonsgegevens mag verwerken. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Hè? En dat de pseudoniemen zijn inderdaad ook persoonsgegevens, zoals Rob al in de chat zei. En die mag die verwerken. Je hebt dan wel een grondslag nodig die Edwin goed heeft toegelicht, hè, toestemming. En je moet goede maatregelen treffen om de gegevens goed te beschermen, wat Edwin ook fantastisch goed heeft uitgelegd. Ik wou die onduidelijkheid even wegnemen. Ja, nee, precies. En het is natuurlijk belangrijk om te beseffen dat de kostenbatenafweging gemakkelijker uitvalt als je pseudoniemen gebruikt dan als je naam of geboortedata of BSN zelf gebruikt. Hè. Dat is natuurlijk belangrijk. Dus, kijk, als je een stap kunt nemen die privacybelangen van het individu beter borgen, dan ben je eigenlijk bijna genoodzaakt om dat te doen, als die bestaan. Ja, inderdaad. Ja. En misschien ook goed om inderdaad nog toe te voegen dat je een DPA, dat zijn echt enorme vragenlijsten. Hè? Maar je kan die vaak ook overkoepelend doen. En dan alleen dat gedeelte wat specifiek voor die studie is, dat je dat steeds herhaalt. Ja, dat maakt het makkelijker. Ja, die hebben wij voor de PALGA, IKNL en Hartwig database hebben wij die al ingevuld, zeg maar, en voorbereid. Dus in principe hoeft daar niet veel meer in dan het toevoegen van je onderzoeksvraag die je toch al geschreven had om de data te verkrijgen uit verschillende databanken. Dus dat is ook een vorm waarop we proberen de onderzoeken te faciliteren in deze weerwaar van de verplichtingen die er zijn. Ja, mooi. Dat faciliteert de onderzoeker. Een goede opmerking, ja. Suzanne. Als ik het goed heb, maar degene die een vraag in de chat heeft gesteld en niet aan het woord is geweest, moet even zijn handje omhoog doen, zijn we aan de onderkant van de chat gekomen. Dus ik wil eigenlijk iedereen uitnodigen om hetzij door middel van een handje alsnog vragen te stellen, dan wel Robin even de vloer te geven om nog een aantal vragen die we generiek hadden gesteld door middel van Mentimeter te doen. Ja, mag ik nog misschien even één dingetje aan toevoegen? Want over de DPA en alle rompslomp en soort van bureaucratie wordt dat wel eens is aangeduid. Maar ik vind wel dat het van belang is dat een onderzoeker, onder andere kan dat door het invullen van een DPA of door een bepaald traject door te gaan, wel beseffen dat de data van personen is. Dat wordt heel bureaucratisch misschien gezien en het duurt soms ook wel extreem lang en dat is ook niet de bedoeling. Maar om alles maar met een druk op de knop te krijgen, ben ik persoonlijk bang een beetje dat het besef van dit is data van patiënten of van personen, dat misschien wat wegvalt. En het is denk ik ook heel goed voor de dataleverancier, en dat was nog één vraag van mij aan Edwin, of het handig en van belang is dat de dataleverancier, zeg maar, ook bij de DPA aanwezig is. Ook ten aanzien van de doelbinding. Want ik zag één of twee vragen ook over de doelbinding check, zeg maar. Hoe zie jij dat, Edwin? Ik vind dat een databron daar per definitie niet bij betrokken zou moeten zijn, zeg maar. Ik zie dat als belangenverstrengeling, zeg maar. Ik vind dat een databron faciliterend op moet treden. Een databron heeft uiteraard wel, want een databron bepaalt uiteindelijk zelf of die data wel of niet uitgeeft. Het is niet zo dat iemand zegt ik doe een koppeling en een DPI is positief, dus ik moet die data uitgeven. Nee, iedere databron, ook IKNL, heeft haar eigen toetsingsprocedures om te zien of het beoogde gebruik van de data past binnen de doelstellingen van de organisatie en waar de data voor verzameld is. Dus ja, precies, maar dat zou dan stap 1 moeten zijn. Ja, die zit natuurlijk, ja, absoluut. Precies. Ja. Ja, nee, absoluut. Kijk,
daar kun je wel de vraag bij stellen of je dat wilt blijven voortzetten zoals we dat doen. Hè? Want nu heeft iedereen zijn eigen circus met zijn eigen procedures. Ja, precies. We hebben ook geprobeerd binnen het Genonco-project om dat te stroomlijnen, om de vereisten in ieder geval van deze drie organisaties te outlinen in één document. Dan hoeft de onderzoeker maar één keer een document in te vullen, wat dan ter beoordeling voorgelegd kan worden in de drie verschillende organisaties. Ja. Dat is een opstap naar een uniforme commissie in Nederland of regionaal, whatever, die de uitgangspunten van de verschillende databronnen kent en die aan de hand daarvan kan toetsen als daaruit aangevraagd wordt. Dat vind ik het ideale model. Ja, precies. Nou, ik had ook op de chat gezet dat er ook nu wordt gekeken om dat inderdaad vereenvoudigen voor bijvoorbeeld de Nivel IKNL-koppelingen. En we zullen zeker weer bij jou daarvoor Edwin. Ja. Dat we niet allerlei dingen dubbel gaan zitten doen. Nee, wat ik vind het heel mooi dat al die ontwikkelingen er zijn, maar wat ik wel merk is dat het heel vaak 1-2'tjes zijn, zeg maar. Hè? Dus als je Palga af en toe spreekt en zegt, ja, maar dit probleem hebben we al opgelost. Ja, jullie hebben het opgelost met de koppeling voor IKNL, maar jullie hebben het niet opgelost voor ieder onderzoeker vooral onderzoeksvragen. En dan geldt hetzelfde voor IKNL en Nivel. Ja, dat is een mooie oplossing en prachtig dat het bestaat, is een prachtige stap voorwaarts. Maar iedere keer lopen we tegen weer een nieuwe bron aan en dan komen er steeds meer. Dat is wat ik zeg, zeg maar. Dus wij gaan kijken naar hoe jullie dat bij Genonco hebben gedaan en daarop voortbordurend, zodat je op een gegeven moment wat jij noemde, dat platform noemde je volgens mij, krijgt en creëert, dat je soort, of nee, een... Ja, een out of the box. Of een, ja. Ja, ja. Ja, maar Genonco is ook niet op. Genonco is niet de oplossing, want dat is afgelopen, dat is een project. En we moeten dit systematisch... Ja, maar daar kunnen we wel van leren. Ja. En ik hoop dat HealthRide deze agenda goed kan omarmen. Ja. En dat we dit gewoon een goede doorstart kunnen geven met al die verschillende initiatieven, zeg maar. Want daar zitten natuurlijk de kracht. Ja. En ik zag nog één vraag van Saskia Houteman die wat inhoudelijker was op mijn presentatie. Mag ik die nog even beantwoorden ten aanzien van die validatie die we hebben gedaan? We hebben validatie met vragenlijsten gedaan. Dat was voornamelijk een validatie op wat wij vinden. Hoe hard kunnen wij nu zeggen dat dat ook de late effecten zijn waar patiënten tegenaan lopen? En uit die vragenlijst bleek bijvoorbeeld dat de klachten waar patiënten zorg voor zochten bij de huisarts toch vaak een onderschatting waren. En daar kan je zelf misschien ook wel iets bij voorstellen. Vermoeidheid bijvoorbeeld werd ook bij de huisartsen heel hoog gescoord, maar in de vragenlijsten nog veel hoger. Dus een deel van de vrouwen heeft daar geen zorg voor gezocht, dus die komt daarvoor niet bij de huisarts, want die denkt, ja, ik ben wel moe. Maar ja, weet je, ik ben nog in leven, het hoort erbij en ik accepteer dat en ik geef het een plek. Dus op die manier hebben we eigenlijk, ja, misschien is validatie dan niet zo heel goed het goede woord, maar daarom hebben we het ook geen predictietool nu genoemd, maar echt een alertness tool, zeg maar. Want het is maar het topje van de ijsberg wat wij nu zagen, denken we. Helaas. Oké, dankjewel. Dankjewel, Sabine. En daarmee Sascha de vraag ook beantwoord. Ik zag volgens mij een handje van Wim Tiemus. Nou, ik had geen handje, ik had er wel een vraag gesteld. Ja, dat was meer een aansluiting van wat Edwin zei, van dat het begint bij goede data van de burgers, waar ik het precies helemaal mee eens ben. Alleen, ik denk even een ander probleem die je tegelijkertijd wel ook op moet lossen, omdat we tegenaan lopen, is dat als je toestemming vraagt, dat er zo'n en zeker als wat brede toestemming is als universeel principe, dat je een ongelooflijke hoeveelheid non-responders krijgt. Dat is in een aantal recente pilots is dat tot 50%. En dat zijn geen random non-responders. Dus als je daar niks probeert aan te doen, dan loop je gewoon risico dat je behoorlijke bias krijgt in je uitkomsten voor bepaalde bevolkingsgroepen en bepaalde burgergroepen. En denk aan andere talen of achterstandsgebieden en dergelijke. Dus dat is wel iets, als je idealiseert vrij snel, dat je denkt als je van alle burgers maar toestemming hebt met die data, dan ga je het regelen. Maar daar komt nog wel heel wat meer bij kijken om het te regelen. En nou ja, ik werd al genoemd inderdaad, zie ik het donorregister bijvoorbeeld, wat erbij kwam. Dus ik denk wel dat we ook dan naar een campagne toe moeten dat voor mensen heel duidelijk wordt en voor iedereen gezondheidsdata en dat het goed beschermd is. En zodat we, zeg maar, die toestemming ook veel, veel meer van iedereen voor elkaar krijgen. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Maar het is natuurlijk wel zo dat je dit probleem kun je niet gaan aanpakken als je niet eerst het probleem gecreëerd hebt. In de zin van als je niet data überhaupt mag gebruiken. Hè? Dus je moet ergens beginnen met deze probleemstelling. En ik ben het er helemaal mee eens. Overigens zitten wij in het oncologie domein. Als iemand patiënt is, zeg maar, zitten we wel net in een iets andere situatie dan als bij, laten we zeggen, de algemene burgerpopulatie. Wij zien qua consenting en brede consenting, zeg maar, dat het participatieniveau heel erg hoog is. En dat er heel weinig mensen niet participeren.
Ja, maar als je, dat geldt God ook voor het AVL bijvoorbeeld wel. Maar als je merkt al dat op UMC-niveau bijvoorbeeld al veel en veel lager ligt en een algemene ziekenhuis nog veel lager ligt. Absoluut. Absoluut. Er zit een enorme bias in. Hè. Dat weten wij ook gewoon. Alle patiënten die participeren in studies. Dat is zeer zeker niet representatief voor de Nederlandse populatie. Absoluut. Maar dat is een bredere uitdaging natuurlijk. Hè. Niet alleen voor het datagebruik. Dat begint al met studieparticipatie en et cetera. Ja, absoluut. Ja, dat is al tientallen jaren bestaand probleem, hè? Misschien wel eeuwigste bestaand probleem. Maar dat betekent dat we er zeker wat aan moeten doen. Ja. Ja. Maar Wim, als je me omdraait de vraag, verwacht jij dat de responders nog lager zullen zijn als ze weten dat data gekoppeld wordt? Dat weet ik niet zeker. Ik denk dat als het onbekend is wat er dan mee gebeurt, dat is een beetje hetzelfde. De vraag als je data wilt delen met andere partijen. Vaak wordt er uit een soort angst bij onbekendheid dan toch nee gezegd. Dus daar ligt voor ons wel een uitdaging om ook gewoon vertrouwen te wekken dan bij degene die de toestemming moeten geven. Dat er geen misbruik gemaakt wordt en dat hun privacy goed beschermd wordt. Maar goed, daarmee herhaal ik eigenlijk wat Edwin ook al gezegd heeft. Ja, maar goed, ik vind hier wel altijd, we zijn hier soms ook wel een beetje banger voor de werkelijkheid dan die is. Hè? Want als je ziet hoeveel mensen nog steeds Facebook en Instagram en weet ik wat allemaal gebruiken. Waar ze precies dezelfde toestemming geven. Het is toch een beetje dat kosten-baten-verhaal. Dus je moet met name de baten goed uitleggen en niet de lasten van de kosten. Want die zijn er eigenlijk helemaal niet, want die vinden de mensen helemaal niet zo belangrijk. Hey, nou, de baten zijn gewoon iedereen gebruikt Instagram. Dus ik wil er ook bij horen. Nou goed, datzelfde moeten we ook weten uit te stralen met gezondheidsdata. Dat ook ten behoeve van het eigen individu en zijn eigen kinderen, et cetera, van belang is. Dus dat moeten we gewoon goed uitleggen. Absoluut, eens. Oké, dankjewel Wim. Zou je handje naar beneden willen halen? Dan heb ik in ieder geval, weet ik zeker of er nog handjes overblijven. Ja. Sure. Robin, jij wilde ons doornemen met een aantal algemene vragen. Ga je gang. Ja, dankjewel Jeroen. Ja, er is natuurlijk al veel gesproken, veel uitgebreide discussie gevoerd. Maar we hebben nog een aantal algemene vragen voorbereid. Eigenlijk om te kijken waar wij concreet met Healthy en BBMRI op in kunnen springen. Edwin heeft het er eigenlijk al een paar keer opgemerkt. We werken aan verschillende initiatieven. In de catalogus willen we in de toekomst natuurlijk ook zo'n dingen implementeren. Dus we willen graag jullie vragen om eigenlijk je mobiel apparaat of een laptop erbij te pakken, je browser. En deze code in te vullen op www.menti.com. En als het goed is, gaat het nu verder. Even kijken. Ja. Dus het is het doel van de discussie is eigenlijk hetzelfde zoals bij de eerste expert meeting. We hebben nu heel erg gesproken over de toekomst, waar willen we naartoe werken. Zoals Edwin terecht aangaf, heel veel initiatieven lopen al verschillende jaren en we gaan dit niet binnen één jaar oplossen. Maar wat moet er nu op korte termijn gebeuren om die toekomstvisie te realiseren? Nou, de eerste vraag is een hele algemeen, hele open vraag. Wat is vindbaar voor jullie? Wat is data vindbaar maken? Is dat voor jullie als dat ergens op een website staat, gepseudonymiseerd, geanonimiseerd? Moet dat beschikbaar zijn binnen dezelfde instelling, binnen dezelfde onderzoeksgroep? Ik denk, we zitten hier ongeveer met 40 mensen in de sessie en ik denk dat er ook 40 verschillende meningen zullen zijn over wat data nu daadwerkelijk vindbaar is. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik denk dat ik jullie even de tijd moet geven om een antwoord te formuleren. Ja, komen de eerste naar binnen. Nationale ecologisch, inderdaad, publieke catalogie. Ja, goede metadata catalogus zie ik ook voorbij komen. Er zal natuurlijk de definitie ook verschillen. Wat valt onder metadata? Wat voor voorwaarden moet die aan voldoen? Wat voor standaarden moet die aan voldoen? Welke informatie moet daarin in worden opgeslagen? Google Scholar, ja, dat is ook een goede. Inderdaad, via publicaties is tegenwoordig ook veel meer beschikbaar gemaakt. ZonMW en andere onderzoeksfunders die beginnen hier ook veel meer eisen aan te stellen. Dus dat is ook zeker een goede manier om veel data beschikbaar te maken. Ik weet niet, er komen een heleboel antwoorden binnen. Ik weet niet of iemand toevallig hierop wil reageren of een antwoord wil toelichten. Ik ben wel benieuwd namelijk naar wat is jullie mening voor de metadata informatie die op zijn minst beschreven moet zijn om data vindbaar te maken. Ik weet niet, Jeroen, jij gaf het voorbeeld van de COVID-19 dataportaal.
Er zit natuurlijk enige overlap met de BBM-recatalogus, denk ik. Ik denk ook qua informatie die wel of niet beschreven staat. Hoe zie jij dat? Hoe kijk jij dat tegenaan? Welke data vind jij van minimale... welke minimale data moet erin staan om de onderzoeker op de juiste manier te informeren welke data vindbaar is? Dat is een goede vraag. En mensen kunnen hem gewoon aanvullen. Het belangrijkste is natuurlijk dat mensen... of onderzoekers de data die over studies, projecten en collecties beschikbaar zijn vanaf het begin eigenlijk al vindbaar kunnen laten maken. Ondanks dat een collectie bijvoorbeeld nog leeg is, maar in ieder geval dat mensen weten, bijvoorbeeld wat Edwin nu doet met zijn Genonco-project, dat Genonco vindbaar is. Hè? Dat er gewoon dat duidelijk is dat er resultaten aan zitten te komen of dat die beschikbaar zijn. En dat dat vindbaarheid, dat wil je faciliteren. Net zoals dat je de onderzoeker wil helpen met het invullen van een DPIA, wil je eigenlijk ook. Ja. En dat heeft ZonMW gedaan natuurlijk, de onderzoekers, de PI en de data stewards, want die spelen een belangrijke rol, helpen in het beschikbaar maken van die data. Het moet eenvoudig zijn, het moet snel gebeuren, het moet niet gezien worden als zeg maar huiswerk, dat je op de ene site dit moet doen, op de andere site. Het moet gewoon herbruikbaar kunnen zijn. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste aspecten is. En als je het één keer hebt vastgelegd, dat het ook op meerdere portalen zichtbaar kan zijn. Het hoeft niet één portaal te zijn per se. En dat vind ik ook vrij belangrijk. En dat is die herbruikbaarheid. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat ORCID, waarmee je als onderzoeker jezelf kenbaar kan maken, een uniek identifier eigenlijk in de wereld. Ja. Als je die ergens op een template invult, dan hoef je niet meer neer te zetten dat je Edwin Kuppen, Sabine Siesling of Jeroen Bailey bent. Alleen dat nummer is voldoende. En daarmee zijn alle relevante publicaties vindbaar. Daar is de werkgever vindbaar als je dat kenbaar maakt. Nou, dat helpt, dat soort zaken. Dus vindbaar maken is ook, wat Rob al netjes had uitgelegd, om data vindbaar te maken, moet het bruikbaar zijn en daardoor kan het worden hergebruikt. En dat vind ik een belangrijk uitgangsprincipe. Ja, volledig eens. We hoeven niet toe te werken aan één catalogus, maar we moeten wel zorgen dat die catalogie op zijn minst linkbaar zijn en aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Peggy, ik zie een handje van jou. Dat klopt. Ik zou bij metadata, denk ik ook gewoon aan zaken als, is er data beschikbaar over de voorgeschiedenis van de patiënt? Zijn er gegevens beschikbaar over de behandeling? Dan hoef ik nog niet op microniveau te weten welke gegevens er zijn. Maar bijvoorbeeld denk bij kanker, wil je gewoon weten of er follow-up gegevens zijn. Is er gegevens over erfelijkheidsonderzoek? Dus eigenlijk wat wij in het parelsnoer informatiemodel in het verleden hadden, had je een heel erg omvangrijk parelsnoer informatiemodel. Maar daar zaten wel die metadata boven. En daar kun je allerlei bouwstenen onder hangen, maar het gaat wel om die grote lijn. En als onderzoeker die data zoekt, wil je wel weten, oké, ik heb het hier over borstkanker, maar wat hebben we van die patiënt? Alleen maar PA-gegevens? Of weten we ook iets over de voorgeschiedenis van die patiënt, of over de familie, of over whatever? Ja, heel goed punt. Volledig eens. Sabine? Ja, en daarbij kan ook, en dat zag ik ook al een paar keer voorbij komen, standaardisering van ook hoe je bepaalde items benoemt en wat vind je onder follow-up vallen. Is dat alleen terugkeer van ziekte of vind je daar ook nog prompt data, weet je? Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat we echt met elkaar de standaarden gaan bepalen. Ja, de opzet van die bouwsteen is zeker heel belangrijk. Ja, precies. Ja. En daar komt dan ook meteen het woord koppelen naar voren toe. Hè? Want als data al elders beschikbaar is, dan wil je aan kunnen geven dat je jouw data koppelbaar is met die van Sabine of met die van Edwin, zonder dat je gaat herhalen dat er data van Sabine of data van Edwin beschikbaar is. Want dan krijg je replicatie. Dus ga verder met je vraag, Rob. Ja, dankjewel. Ja, dat brengt ook meteen bij de volgende vraag. Hoe wordt die data vindbaar gemaakt? Dus het wordt inderdaad gedaan aan de hand van verschillende standaarden. Maar er worden ook verschillende portalen, verschillende tools, verschillende methoden voor gebruikt. Ik zie inderdaad al verschillende antwoorden binnenkomen. Openbare website, publicaties, heb ik inderdaad ook al kort benoemd. De Genomics Portal ICGC Mirror. Ik weet niet wie dat antwoord heeft gegeven. Daar ben ik zelf niet direct bekend mee. Kun je even toelichten, Atten? Ja, die kon je inderdaad wel gokken, waar die vandaan kwam. De genomics data. Kijk, we kunnen natuurlijk heel ver gaan in metadata van wat voor type is dan beschikbaar. Maar in het oncologie domein en het genomics domein wil men gewoon bijvoorbeeld weten hoeveel KRAS mutante colorectaaltumoren heb je. Nou, ja. Dus dan moet je ook die vraag kunnen invoeren.
En dat krijgen we vrij gemakkelijk in dat soort portals die internationaal geband zijn en die wij ook handhaven. En dan maken wij een niet privacygevoelige gedeelte, geaggregeerde type data of somatische data, maken wij daarin volledig publiek toegankelijk. Oké. Ja, dus dat is inderdaad vergelijkbaar wat wij ook met de BBM Catalogus doen. Maar dan heb ik wel een vraag. Hoe hou je die data altijd goed up-to-date, die metadata, op geaggregeerd niveau? Ik merk dat we vaak bij de BBM Catalogus de situatie hebben waarin een collectie wordt aangeleverd. Er wordt bepaald hoeveel samples of datagegevens beschikbaar zijn voor een specifieke populatie. Datacollectie neemt verder toe over de jaren, maar we hebben niet altijd de meest up-to-date informatie in de catalogus beschikbaar. Nou ja, maar dat is denk ik ook het tekortkoming van de manier waarop de meeste catalogi worden vormgegeven. Dat zijn snapshots van iets. Bij ons is dit deze portal, die zit op onze productiedatabase. En die kijkt van hoeveel van onze productie is publiek, mag publiekelijk toegankelijk gemaakt worden. En die zoekt daarin. En afhankelijk van de vraag die de gebruiker op dat moment in de portal stelt, wordt opgezocht wat het antwoord is. Dus die is alle minuut up-to-date, die catalogus. Ja, dat is een hele goede oplossing, zeker. Omwille van de tijd ga ik door naar de volgende vraag, of heb je een opmerking? Nee, dat zijn, wat Edwin net zei, wil ik bekrachtigen, want dat doen we juist ook met dat COVID-portaal. Als iemand een template invult, staat het 5 minuten later live, in plaats van wat de huidige praktijk is als je catalogie hebt. Dan hangt het vanaf van de verversingssnelheid. Ja, maar dat kun je ook doorvoeren met niet alleen naar de metadata, maar ook naar de data zelf. En dat is wat natuurlijk prachtig zou zijn, dat je echt real world up-to-date data uit je bronnen overal continu toegankelijk kunt hebben in catalogie. Dat is het ideale model. Hè? Ik weet dat het complex is, maar dat is natuurlijk wel waar we naartoe moeten werken. Ja zeker. De volgende vraag die we wilden stellen was: welke ondersteuning is noodzakelijk om deze data vindbaar te maken? Inderdaad, metadata standaarden zijn vaak benoemd. Tools en services gaf Edwin vandaag ook inderdaad al aan. Ik zie ook een antwoord overig. Ik weet niet of diegene dat antwoord zou willen toelichten. Zo te horen niet. Nee, ik zie inderdaad dezelfde trend als de vorige expert meeting. Jurk. Wil jij een antwoord toelichten? Nee, sorry. Ik denk dat je afspraken moet maken tussen de instellingen die bij het zijn aangesloten, hoe je daarmee omgaat. Hè? Die data zullen niet vanzelf komen en als je ze up-to-date wilt houden, is dat wel nodig. Dus je bedoelt eigenlijk afspraken niet over de vorm van de data, maar meer over het proces van het aanleveren van de data. Aan de hand. Precies, dat bedoel ik. Ja. Ja, nee, eens. Die commitment moet er zijn. Als we de perfecte tool organiseren en we bieden het aan en er wordt geen gebruik van gemaakt of niet op de juiste manier, dan heeft niemand daar baat bij. Ja, dat zien we ook bij de biobankcatalogus en ik denk dat geldt vrij generiek voor data. Ja, dus dat komt inderdaad ook terug op mijn vorige opmerking van het up-to-date houden van die informatie. Dat kunnen we nog verbeteren en dat gaan we ook zeker doen. Sabine? Je hebt een handje opgestoken. Ja, sorry, dat was even slip of. Oké. Excuses. Geen probleem. Ik ga ook even Robin omwille van de tijd, want we zijn nu om 14 uur 30 aangekomen. Wat we sowieso kunnen doen is dat we de Mentimeter gewoon open laten staan. En dat mensen nog de vragen in ieder geval even kunnen antwoorden op hun eigen snelheid. Want ik neem aan dat ze er gewoon naar de volgende slide kunnen zonder dat ze hoeven te wachten tot jij hem doordrukt. Dat weet ik niet 100% zeker, maar ik denk dat dat kan. Oké, ik wil in ieder geval degenen die nu naar andere meetings toe moeten, waaronder ik zelf ook, hartelijk danken voor de aanwezigheid, voor de goede discussie. Edwin en Sabine, dank voor jullie belangrijke bijdrage. Een verheldering met betrekking tot voornamelijk het koppelen en welke problematiek we daarvoor proberen op te lossen. Ik hoop dat iedereen daar zijn eigen kennis uit heeft kunnen halen. En we hopen dat we met Heltraai in samenwerking met de partijen die vandaag een presentatie hebben gegeven, dit een grote stap verder kunnen helpen. Ik dank jullie allen. Tot de volgende keer voor de expert sessie nummer 3. Oh, en Marcel voegt ook toe, alles wordt op de Heltraai website gepubliceerd. Ja, dat is een goede toevoeging. Marcel, dankjewel. Tot ziens allemaal. Dankjewel, tot ziens.